Leuk dat je kijkt naar nieuwe Gamerset Unboxing hier op Gamerset.nl of op het YouTube-kanaal of op Patreon waar je ook kijkt. Maakt me niet uit, ik hou van je. Luister, ik kreeg een mailtje, Saal. Je kreeg een mailtje. En we hebben het in de Gamerset Podcast al over gehad. Abonneer even, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Kun je samen en ik elke week horen lachen, gieren, brullen over alles wat de gameklok slaat. Mooi. Dank je. Ik kreeg een mailtje van een PR-bureau die zeiden: we hebben jullie Watch Dogs Unboxing gezien en dat vonden wij zo leuk. Jullie zijn zo lekker, hè, lekker wild, lekker gek, jullie diek. En dat wordt soms ook niet gewaardeerd, maar soms wel. En dus ik waardeer het heel erg als het wel gewaardeerd wordt. Want hij zegt, wij hebben een pakket en het is zo leuk. En ik zou heel graag zou ik willen dat jullie dit pakket in ontvangst nemen. En daar een videootje van maken, net als bij Watch Dogs Legion. En er zit echt een opdracht bij. Dus ik heb de vingercamera gepakt. Hey. Kent u die nog? En, want het is echt, dit is een koffer. Dat allereerst, het is een koffer. Ja, voilà, echt met sloten erop. En wij moeten volgens mij, maar dat gaat Salim je nu vertellen, de sloten gaan openmaken. Ja, wij moeten een code gaan kraken. Staat heel groot boven hier, kraak de code. Zal ik het gewoon even voorlezen? Lees het even voor. Beste agent, agent Peter. En Salim. En Salim. Op een strand aan de oostkust van de Verenigde Staten word je wakker. Leef je even in, hè? Nou, het is wel eens gebeurd, maar ja. Je weet niet. Het is een gekke nacht. Maar dit is niet dat, denk ik. Het begon ook aan de westkust. Dus, Ja, is op zijn kop, denk ik. Nee, is het niet. Je weet niet waar je bent, of je weet niet wie je bent. De enige aanwijzing die je hebt is dit koffertje. Dit koffertje. Ga op zoek naar de combinatie van het cijferslot in de woordzoeker, die heb ik ook hier. En kom achter jouw ware identiteit. Nou, mocht je er niet uitkomen, stuur dan een mailtje naar. Naar daar. Ik ben een te grote retard. Om een woordzoeker op te lossen. .nl. Echt dat het er echt uit superbest. Ze zijn heel lief voor ons. Oké, dit zit aan elkaar geplakt. Mag ik losgeuren, het is maar papier. Het is maar een boom die ervoor gestorven is. Too soon, Agnische buurt. Dat is wel heel geagresseerd. Wij hebben in onze Agnische buurt zijn allemaal mensen in bomen geklommen vorige week. En dat is helemaal groot nieuws op TV Radio Rijnmond. Ja hoor. Dat allemaal bomen hier om de hoek gekapt zijn. En mensen hebben ze allemaal. Dus inderdaad, too soon, sorry. Voor hier deze buurt, voor de rest van het land, kan ons de mythische bende schelen. En door. Drie van de voluit geschreven cijfers hieronder staan in alle richtingen verspreid in het diagram. Zoek uit welke cijfers dit zijn. Let op, de letters kunnen meer dan één keer gebruikt worden. Zet de gevonden cijfers vervolgens op volgorde van laag naar hoog om de combinatie van het cijferslot te achterhalen. Dit wordt denk ik een timelapse. Gaan we een timelapse? Ja, dat gaan we timelapse dan. Als ik onze kan inschatten, gaat dat denk ik best goed. Nee, ons plaat voor jezelf. Ja, dus ik moet nu die cijfers gaan zoeken. Maar wat moet je zoeken dan? Nou, volgens mij 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die staan in letters uitgeschreven in deze woordzoeker. Ja, natuurlijk niet in cijfers, anders zou je direct gezien natuurlijk. Snapt u het nog? Maar, dus moeten we gaan zoeken. En dan blijven er denk ik dingen. Oh, de cijfers die we dan vinden, die moeten we van laag naar hoog op het koffertje doen. Maar kan het horizontaal, verticaal en diagonaal? In alle richtingen. In alle richtingen? Alle. Dus ook terug. Dus ook 3D. Dan moet je. Ja. Oh, wauw. Ik heb nog wel een 3D-bril liggen. Op mijn oude televisie. Hier staat het woord verhaallijn. Maar dat heeft helemaal niks met het ding te maken. Of, maar wacht even. Nee, je moet alleen maar dus de uitgeschreven cijfers vinden. Ja, toch? Ja, dit is toch niet zo moeilijk. Want je gaat gewoon. Eerst doe je bij de N de 0. Doe je overal de N zoeken. En? En dan kijk je of er een U aan vast zit. Nee, een U. Nee. Nee. Jij wordt wel een timelapse hoor. Nee, ja, dit gaat wel. Hij doet het nou met zijn vingertje, want anders kan ik niet. Ben jij gemeen? Oh. Maar ik. Drie van de voluit geschreven. Drie. Oh, dus de nul staat er misschien niet eens in. Nee, oké, maar dat maakt het alleen maar makkelijker. Want als we dan een 1 vinden, 1-1, dan weet je, dan moet nog. Kijk, hier zie ik al een 1. Of nee, maar die staat er niet bij. Maar hier zie ik al een 1. Dus die moet ik zo even. Even streven. Rondjes erom. Zo, rondjes per letter. Hoezo nou, per maar letter? Maar niet uit. Dus hier heb je een 1. Wat ja. Dus die kan, daar zet ik even een vinkje achter. De 1 hebben we. 2. Ja. Staat niet op de kaart. Nou, dat zeg je nou wel, maar dat zou kunnen. Dat zou te makkelijk zijn, zo ga ik dan denken. Snipe. Ja, ze proberen ons helemaal op een verkeerd spoor te zetten. Ja. Oh, hier heb ik 3. D-R-I-E. Jezus, dat is echt een heftige man. Dat heb je echt goed gedaan, hè? Dankjewel. Dankjewel. Dus we hebben in totaal 6 getallen nodig, of niet? Nee, 3 van de voluitgeschreven cijfers staan hieronder in alle richtingen verspreid. Zoek uit welke cijfers dit zijn.
Zet de gevonden cijfers vervolgens op volgorde van laag naar hoog en de combinatie van het cijferslot achterhalen. Oh, dus misschien is het aan allebei de kanten 3. Twee keer hetzelfde, ja. Eigenlijk is het heel makkelijk, want je hebt er dus al 3. Ja, dus het is 1, 3. Ja, dat weet je dus niet. Volgorde van laag naar hoog. Ja, precies. Ja, 2 zit er niet tussen, dus dan 1, 3 en dan 4 staat niet op de kaart. 5. Zo'n leuk item. Nee, maar ik meet gewoon al, ik ken die gasten daar die daar bij de PR-bureau op kantoor zitten. Die zitten met rode koontjes al gewoon te wachten om ons bij een beetje bij kut op te fucken. Weet je wat ik vroeger had bij Ubisoft had? Nou? Nou, dan hadden ze één keer zo'n doos aan mij gestuurd met 1000 van die snippers. En ik was in een video-item daar best wel op losgegaan. En sindsdien al die stagiaires bij elk pakket, al was het een game, kreeg ik envelop met alleen maar confetti. Ubisoft heeft voor honderden euro's een confetti naar mij gestuurd. Nice. Alleen maar om mij te zien lijden. 9. Zou je het zien? Je zal zien, er zit een zak chips in, hè? Er zit een zak chips in en een principiële button. Principiële button. Heb je hem nou nog? Ik had hem al, maar niet uit. Ik laat jou uit. Kijk even of jij het denkt. Ziet u waar ik mee moet dealen? Maar sommige letters kunnen ook meerdere keren gebruikt worden. Maar dat zeggen ze ook weer om ons van de kaart te brengen. Want dat zou toch nergens op slaan. Dat je ze dan. Want je hebt zo'n diagram en je hebt maar 3 cijfertjes nodig. Ik heb het gevoel dat ik iets mis. Ja, nog 1 cijfer. Tiet. Tiet. Oh, hij heeft tiet. Ah, nice. Maar is het dan niet. Oké. Okay. Nou, ik heb echt. Heb jij hem al dan? Nee, want ik ben de mensen aan het vermaken ondertussen. Dat is ook al best wel veel werk. Nee. Nou, ik zie hem niet. Maar je moet wel zo zien, je hebt de eerste 2 super snel. Ja, 1, 3. Dus 2 heb ik niet gevonden. Dus als de Z, dat zijn al 6 en 7. En de V is al 4 en 5. Dus als je ergens een Z of een V vindt. Kijk, als ik ergens een Z vind, maar ik zie bijna geen Z in volgens mij. Nee, er zit helemaal geen Z in. Zit er geen Z in? Z. Z. Z, E, maar dan zit daar weer geen, dat is Zen. Oké, dus de Z is die 2 keer al vergeten. Heb je de V gezien? Zet ik een streepje achter. De V heb ik wel gezien. Hier heb je V, maar dat is verhaallijn, dus dat klopt niet. Dan heb je Vimute. Vimute. Nee, is ook niet. Nee. Zo dom. Nou, doe even de 4 en 5 ook alvast even een streepje bij. Want dan is het gewoon die even is het niet. Ook niet. Dus is het een 2, een 9 of een 10. Dus heb je de T kun je zoeken voor een 2. Want die hebben we al. Nee, dat zijn we niet. De T kun je zoeken bijvoorbeeld voor een 10. Hier heb ik een T. Nou, dat is hem niet. Hier heb ik een T. I. E. Net als Tiet. Tion is het ook niet. Ton. Ook niet. Dat hij er gewoon niet op staat. Ik denk dat wij naar de 9 moeten zoeken. Ik zweer. 9. Maar er staan heel veel N'en in. Maar ik zie. Nee, ook niet. Nee. Hè? Ik moet een. Nee, wacht even. 1, 3, 9. Probeer gewoon 1, 3, 9. Oh, vals spelen. Is dit vals spelen, ja? Ja, of is dit gewoon slim? Je kan. Oké, er zit geen 9 in. Maar je kan het ook horen, toch? Hoe kan je dit nou? Ja, meneer heeft echt te veel James Bond films gezien. Nee, dat kan niet. Wacht, laat mij even zoeken. Wacht, maar moeten ze niet ook allebei dan eerst op? Hè? Ze moeten in het midden, hè? 1, 3, 9 en dan hier ook. Oh, dat je denkt dat ze allebei tegelijk moeten? Ja, misschien. Nee, zo werkt het volgens mij niet. Ik snap ook niet. Nee, 1, 3, is het niet een schuifknop in plaats van een drukknop? Het is een schuiver, hè? Sowieso. Dus dat voor de volgende keer. Het is een schuiver, ja. Ja, maar hoe. Oké, ik ga even de vingercamera. Peter, laat jij eens even zien aan de mensen waarom jij. Nooit een opleiding afgemaakt hebt. Maar wel heel goed bent met cijfers en letters. Ja, ik ga een timelapse, hoor. Maak me gereed uit. Nee, dit moet je ook wel even timelapse. Gewoon alles proberen. Ja. Ik heb hem. 0. Ja. Wat is het dan? 0. 0. 0, 1,
3. Oh, daarom. Het is 0-1-3, jongens. Ik zweer. Zal ik hem opzetten? Natuurlijk. 0-1-3. Hoppata! Oh. 0-1-3. Hoppakee! Nou, dit wil ik wel even zien, hoor. Jij weet ook niet welke game het is. Nee, ik weet niet eens van welke game het is. Ik weet maar niks. Ik heb wel een vermoeden. Oké, wat dan? Hitman. Oh, dat zou kunnen. Wow, what the fuck is dit? Dit is mijn fucking hoofd. Oh, wacht even, dit is allereerst al heel bijzonder. Ja. It's you. Dit is een badge. Een badge. Een badge. Hier ga ik morgen met de trein in naar werk. The special police. Zeker. Mooi. Wat vet man, ik heb gewoon een badge. Een badge. Maar ik weet nog steeds niet welke game het is. Dit is... Ik weet het denk ik wel. Dit is de game 13. 13? Ja, dit is een game die ik kapot heb gespeeld. Er is een remake onderweg van 13. En ik heb de game helemaal kapot gespeeld. En die is nu nieuw. Dus ik ga deze game graag weer spelen. Want het is een cel-shaded game. Het is een shooter, maar dan helemaal à la dat je in een comic. Een comic, dit is de 13 comic. Een comic speelt. Oh, vet man. Ja, echt heel tof. Wat een vette goodiepakket. En er zit hier nog. Oh, dit is classified. Ja, is classified zaal. Dan ga ik toch lekker openmaken. Doe ik lekker toch? Oh, maar dit is tof. Wacht heel even. Ik doe hem heel even dicht. Nou, we houden even de game eruit. Kan ik die gewoon spelen? Ja, de game natuurlijk. Dit is een... dit zijn twee fotootjes. Met screenshots van de game. Leuk gedaan hoor, jongens. Echt cool. Vet. Heel vet gedaan, guys. En dan dit paperclipje eraf. En dan zitten hier denk ik... Ja, kijk eens. Even naar mij draaien. Alsjeblieft, naar de kijker, niet naar mij, naar de kijker. Even naar mij draaien. Ja, dit alleen even aan de kijker als je ja, niet zou doen. Ja, sorry, ik ben als ja, maar je merkt dat hij een podcaster is. Dus ja, alleen maar ik ben helemaal niet mij. Dat u meekijkt. Kijkt u mee? Press kit. Nee, zo mij. Ziet u het? Ja, heel leuk. Echt leuk hoor. Allemaal een soort van lithografen. Oh, hier, kijk, hier staan hele uitleg van hoe het spel werkt en alles. Dus dat is voor ons eigenlijk, of voor jou denk ik, want jij gaat dit spelen. En de karakters van het spel. Personages. Personages. De wapens van het spel. Oh ja. Dus vet en de omgevingen die je hebt. Dus hier staan er nog wat van de levels en de omgevingen. Lekker wijf. En 10 november aanstaande. Oh, dus vandaag. Vandaag. Oh, ik ga het niet vandaag online krijgen, maar goed. 10 november jongstleden is die uitgekomen. En wij hebben hier een limited edition. Ja, dit is natuurlijk sowieso de meest limited edition die er is met dit koffertje. Ja man, ik heb een dik koffertje gekregen. Wat super leuk dat jullie ons dat hebben gestuurd, Mindscape. Ja, dit is echt super tof. Want is het Mindscape? Dat is Mindscape, toch? Is dat wat zeg ik nou helemaal weer verkeerd? Oh, sorry, als ik het verkeerd zeg, dan spijt het me echt. Mindscape over. Mindscape. Mindscape, super bedankt. Echt heel erg lief van jullie. Ontzettend tof. En het koffertje. En ik heb een badge. En ik heb nog nooit zo'n koffertje gehad. Nee, het is mijn vader, wel... Mijn vader vroeger. Die had zo'n koffertje. Die ging echt naar zijn werk met zo'n koffertje. Zal ik morgen? Ik heb morgen weer de daytime job. De office dag. Zal ik hem gewoon meenemen, het koffertje? Het is wel heel corporate. Het is wel heel corporate. Het is wel... Neusje dezelfde kant of zeker die sprint nemen. Hè? Die sprint nemen. Sprint. Zeker. Heerlijk. Super ludiek. Nee, hey, hartstikke leuk. Dankjewel. Zullen wij pizza bestellen? Ik heb honger. Ik heb ook heel erg honger. Maar ik, ja, dat komt van al dat denksport. Van dat denksport. Maar wel dat wel goed. En wel, ik hoefde jullie niet te mailen. Dat was me ook echt mijn eet en dan was dit item nooit online gekomen. Nee, dan had ik me echt doodgeschaamd. En mag ik nog even naar deze kijken? Ja, tuurlijk. Een badge. Dus dat is een beetje zo van... Nee, natuurlijk. Special police, Peter Bilberg. Ja, dat moet je gewoon doen. Gewoon op het station ook. Gewoon naar de NS. Fucking treurig. Over die poortjes springen. Ja. Meneer, ik ben special police. Ja, met zijn Facebookfoto. Ja. Ik ben special police, meneer. Ja, dit ziet er echt heel professioneel uit, ja. 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 Ik weet niet hoeveel ik gedronken had toen, maar het kan niet minder zijn dan een paar jaar. Ja, je kijkt, ik weet niet waar ze deze foto gedaan hebben, maar je kijkt heel vrolijk. Ja. Ja, lekker, daar heb ik wel verdovende middelen op. Maar dat maakt niet uit. Heerlijk. Kom ik de dag niet door. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe unboxing. Was superleuk. Echt heel tof. Dankjewel. Fucking leuk. Het voelt een beetje als een escape room. Ja. Dus je hebt ook... Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. Perfect omschreven. Ja. Leuk. Nou goed. Wij gaan pizza eten. Tot de volgende keer. Tot in de volgende podcast. Doei. Later.